Iedere dag rijden er 10.000 automobilisten over de ring van Antwerpen. En het wordt alsmaar drukker. Aan de andere kant van de ring hebben inwoners last van het vele verkeer. Zoals hier in de Weerstandlaan in Borgerhout. Ik heb zelf een stiefdochter van 11 die ook al last heeft voor te slapen. Met mijn babytje erbij, die had die nog altijd wel. En ook het fijn stof en dan het geluid. Het gezond kan het zeker niet zijn. De buurtbewoners lieten in samenwerking met de VUB geluidsmetingen doen. Het gemiddelde aantal decibel was bijna 69, terwijl het wettelijk niet meer dan 55 mag zijn. Een ongezonde situatie, waar we dus eigenlijk dat allemaal kan aangepakt worden door deze muur die in 1986 werd opgebouwd en veel te klein is. Helemaal niet aan de norm van deze tijd. Die moet dringend aangepast worden of vernieuwd. En vergeet niet, de snelheid moet zakken van 70 km per uur. De laatste jaren is het geluid toegenomen en tot overmaat van ramp voor de bewoners besloot Vlaams minister Crevit dit jaar ook nog eens een extra spitsstrook aan te leggen op de ring. Nieuwe geluidsschermen kosten rond de 400.000 euro. Het district Borgerhout laat weten dat ze een kleine bijdrage zullen leveren, maar dat het aan het Vlaams gewest en de stedelijke overheid is om het grootste deel van de nieuwe schermen te betalen.